What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping back into the disaster year 1672, episode one, part two, coming at us from Mikhail. Much love. Hey, serious stuff here, like for real. No, these are years that we get to learn about. These are like a prime years to keep in the back books for shit. Like, hey, maybe there's certain things we could learn. Maybe there's certain things we should probably never do again. Like, that's how I view these bad years. We need to look on the bad years as lessons and move forward towards some more good years for sure. But then no history out there is like not important. That I truly, truly believe that everything that happened has happened and it was there and it should be acknowledged and it should be known about and we should keep passing down stories because that's the only way that they stay alive. Like, I'm totally on board with all of that. For sure. Anybody's history can be intriguing if you take the time and listen. So let's jump in. Let's check it out together. Part two. If you guys enjoy, get on show. Part H, some love. I definitely appreciate everything that you do for the channel, everything that you do for us via subtitles, via anything, information. Just all around a very, very good resource, Part H is, and I love you. Let's go. En de Oranjes moeten wijken. Letterlijk ook. In keihard 17e eeuws metselwerk. Het is hier nu een bouwput, maar in de jaren 50 en 60 van de 17e eeuw... en begin van de stadhoudeloze tijd, was het hier ook een enorme bouwput. En hierboven... Look, it's like all of the buildings before are fantastically put together. Every little tiny brick is in the right spot. Everything is where it's meant to be. And now we got skyscrapers that are just like plastic and windows all the way up. Because that looks beautiful compared to these. Only not. Boven, dat was eigenlijk allemaal stadhoudelijk kwartier. Maar op het moment dat Willem II komt te overlijden en halverwege de 17e eeuw, dan grijpen de staten van Holland die hieronder hun kantoren hadden, die grijpen het moment eigenlijk aan om hun macht hier op het Binnenhof op te eisen. En beginnen ze aan de bouw van die grote vergaderzaal die ze ook letterlijk boven het stadhoudelijk kwartier laten uittorenen. Jullie zien nog net daar boven het dak. Daarmee verdrukken ze niet alleen de Oranjes, maar laten ze ook echt zien van wij zijn nu de belangrijkste partij op het Binnenhof. Dat is niet langer de stadhouder, maar dat zijn de Staten van Holland. Naast de grote vergaderzaal is een bescheiden uitbouw voor de kleine Willem overgebleven, die nog altijd naar zijn moeder heet. Het Mary Stuart kabinet. Maria Henriette Stuart. Ik noem haar Mary, want dat is ook haar naam waarin zij in allerlei bronnen voorkomt. De prinses Royale. Hier als weduwe. Ze draagt nog een schitterende rouwjapon. Wel volledig met diamanten, parels natuurlijk allemaal. Met de hoop van Oranje zou je wel kunnen zeggen. De nog jonge Willem. In de rokken, zoals dat heet. Heel normaal voor die tijd dat zowel jongens als meisjes in de rokken waren tot ze een jaar of vier waren, zeg maar, peuter, tot ze zindelijk zijn. En de jonge Willem, die hier 2 jaar oud is, houdt een oranje bloesem omhoog. En hiervoor zien we dan ook de oranje, de sinaasappeltjes van Oranje. En die verwijzen natuurlijk naar het feit dat dit de prins van Oranje is. De hopelijk nieuwe stadhouder van de Republiek. Ze lijkt niet zo blij te kijken. Mogelijk natuurlijk vanwege haar positie. Ze is een jonge weduwe. En ze is ook niet blij met waar ze is. Dat is ze eigenlijk vanaf het begin al niet. Ze is zeer ongelukkig in de Republiek. Vindt het, zoals ze later zal zeggen, een enorme straf om hier te zijn. En dat heeft alles te maken met de omgeving die zij toch vooral ziet als een zeer zwakke afspiegeling van dat luxueuze hofleven waarin zij is grootgebracht. Prinses Mary is een heuse koningsdochter. De meest begeerde bruid van Europa. Ze is de oudste dochter van de Engelse koning Charles I. Geen prins uit een ondermaats geslacht, zoals de Oranjes, nee. Koning van een van de machtigste rijken van Europa.
Dat het Oranjehuis zich aan zo'n familie weet te binden, is hot royalty news bij het huwelijk. Karel de Eerste, de vader van de bruid, zit hier naast zijn vrouw. Die zit letterlijk op een verhoging, op een soort troon. En bij wijze van spreken onderaan de trap zitten Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms. Die, als je het bekijkt in de hiërarchie in Europa van Vorstenhoven, is Frederik Hendrik als prins van Oranje letterlijk een treetje lager dan die Engelse koning. Dus er wordt hier heel duidelijk gemaakt dat Willem II boven zijn stand trouwt. Er is zoveel haast om het strategische huwelijk voor elkaar te krijgen, dat het bruidspaar er piepjong aan moet geloven. Amazing to me what details can be pulled out of a painting. Like just different things. Oh, they painted him up here. He's in the forefront. He's in the background. He's up a level or down a level from this other person. Even something like just the oranges and him holding the orange blossom. Like things that normal people like you or I just traveling somewhere without any kind of knowledge would never even notice. People that know the backstory, that know everything that's going on during that time frame, everything, they can associate it to different things in the paintings. And it's really wicked, crazy cool. Willem II is 14. Mary, nog maar 9. Dit is het statieportret van het jonge bruidspaar. Je kunt heel mooi zien dat het gewoon om hele jonge kinderen nog gaat. Het huwelijk van deze twee wordt in Londen voltrokken, een meerdaags festijn. Ook de huwelijksnacht, die vooral symbolisch is en natuurlijk heel belangrijk, want er moet nageslacht komen. In het geval van Mary, zij is eenvoudigweg te jong. Dus wat ze doen is ze maken er een soort voorstelling van. Mary wordt van onder tot boven ingewikkeld, je zou bijna kunnen zeggen als een soort mummie, wordt ze op het huwelijksbed gelegd. Willem II gaat daarnaast liggen. Dat duurt 1,5 uur. Daar staan allerlei mensen omheen. En daarna mag zij weer de ruimte verlaten. Zij is te jong voor het daadwerkelijk voltrekken van het huwelijk. En op deze manier wordt dat toch symbolisch nagespeeld. Very interesting. Eenmaal aangekomen in de Republiek, gonst het aan het hof al snel van de geruchten. Mary, de grote vangst van de Oranjes, blijkt niet door één deur te kunnen met haar schoonmoeder, Amalia van Solms. Die vindt dat haar kersverse schoondochter nogal makkelijk is met haar geld. Ze fêteert haar Engelse familie zoals men dat gewend is aan het Engelse hof. Amalia ergert zich kapot. Heel snel wordt zij de nachtmerrie van Amalia. Ze laat ook geen moment voorbij gaan om het over die unhappy match te hebben. Dus over de ongelukkige verbintenis die zo mooi begon voor het huis van Oranje-Nassau, maar die voor Amalia toch gaandeweg steeds meer een probleem werd. Met name als Willem II sterft en zijn zoon wordt geboren. Het getouwtrek tussen moeder en oma wordt ook voor het publiek duidelijk voelbaar als Willem III gedoopt wordt in de grote kerk in Den Haag. Eigenlijk is er vanaf het begin over dat in zwart gehulde wiegje is er een enorm getouwtrek binnen het Huis van Oranje zelf. Met wat wordt de toekomst van deze baby? Is het een Engels prinsje of is het een toekomstige stadhouder? En Mary wil eigenlijk een hele Engelse opvoeding. En die wil haar zoontje ook vernoemen naar haar vader, King Charles. Dus die wil hem Karel noemen. Amalia van Solms wil hem echt klaarstomen als toekomstige stadhouder. En zij staat erop dat de baby Willem genoemd wordt. Naar zijn vader en ook naar de illustere voorvader Willem de Zwijger. Om die continuïteit echt te benadrukken. De doopstoet arriveert uren later in de kerk. Mary wil niet meegaan. Dat kind is uitgedost in hermelijn. Bont, dat is koninklijk. Dat mag niet, want het is geen koningskind. Al voelt Mary dat natuurlijk wel. Ja, zij is een koningsdochter. Ja, en daar is zij heel bewust van, dat zij een koningsdochter is. Zij voelt zich veel hoger dan wie dan ook in die republiek. Want die republiek, die hebben geen koning. Die hebben geen prinsessen zoals zij. In de kerk zit al de Haagse bevolking, of een deel daarvan, uren te wachten tot eindelijk die doopstoet komt.
Er breekt allerlei geroezemoes uit en geschreeuw van waar blijft die stoet. En de predikant krijgt de menigte niet rustig. Kortom, daar vliegt het uit de bocht. Ja, en dat wordt naarmate er gesproken moet worden over de voogdij, over het kind, nog vele malen erger. En daar gaat dat getouwtrek ook heel erg over bij Mary en Amalia. Wat is zijn toekomst? En hoe ga je dat bewerkstelligen? Ga je dat doen met steun van de stewards? Of ga je dat doen door de Nederlandse politiek zelf? Is zijn opvoeding Engels of wordt zijn opvoeding in het Nederlands gedaan? De jonge prins blijkt in een wespennest geboren. Zijn familie, onderling kibbelend, heeft steeds minder te zoeken in Den Haag. Willem zwerft met zijn moeder langs de buitenverblijven Honselersdijk en het kasteel Teidingen. Of nog verder van Den Haag in het kasteel van Breda. En zijn moeder en oma zien elkaar zo min mogelijk. Maar er is één moment dat die twee vrouwen eensgezind optrekken met elkaar. En dat is het moment in 1651 dat zij een zaak aanspannen bij de Hoge Raad. Waarin zij vragen om Willem, hoe klein die ook is, stadhouder te maken. Waarbij dan natuurlijk zijn moeder of zijn oma regent wordt. Die zaak, daar zijn zij volkomen eensgezind in. Het is het enige moment en helaas voor hen wordt die zaak door de Hoge Raad afgewezen. En het stadhouderloze tijdperk is een feit. Een tijdperk zonder stadhouder. Nu zijn de regenten aan zet. Minder geld naar het leger, ruim baan voor de handel. Dit is het tijdperk van de ware vrijheid. Die ware vrijheid, het is een hele mooie term, hè? Want kennelijk heb je vrijheid, maar je hebt ook de ware vrijheid. Dat je jezelf kon regeren zonder inmenging van het Huis van Oranje. Dat Huis van Oranje, dat staat voor een pervers mechanisme. Je krijgt namelijk de macht omdat jouw vader ook al de macht had. Wij, burgers in die steden, wij zorgen dat we de hele tijd met een goed personeelsbeleid zorgen dat de beste de macht krijgen. Het waren de burgers zelf die bepaalden, dit zijn onze belangen. En dit zijn de manieren waarop we die belangen gaan behartigen. Dat is de ware vrijheid. Wars van de belangen van het Huis van Oranje, die altijd afwijken van wat gewone mensen willen. Nou is de toekomst van ons. Tot de meerderjarigheid van Willem III kunnen wij onze eigen toekomst gaan bepalen. En waar kan je nou beter aan die stadhouderloze toekomst bouwen dan letterlijk naast de slaapvertrekken van de nieuwe prins? Als er één zaal is waar je de macht van de Republiek in het midden van de 17e eeuw kan zien, dan is het deze wel. We zijn hier dus in de oude vergaderzaal van de Staten van Holland en West-Friesland, gebouwd tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Deze zaal is ook deels in de plaats gekomen van de oorspronkelijke woon- en werkvertrekken van de stadhouder die hierboven gelegen waren. Dus ze hebben eigenlijk letterlijk die plaats van de stadhouder hier op het Binnenhof ingenomen. Dit is een van de oude slaapvertrekken van het stadhouderkwartier. En je ziet, die grenst er gewoon letterlijk met één muurtje ertussen aan die nieuwe grote vergaderzaal van de Staten van Holland. Laat ook zien dat die stadhouderlijke familie in deze periode echt in de verdrukking kwam. Gewoon heel letterlijk werden ze na de marge van het Binnenhof gedrukt. We staan hier bijna buiten. De Oranjes in de verdrukking. Met grote zaal in aanbouw houden de weduwe van Oranje nog maar twee ruimten over. Amalia van Solms aan de ene kant en Mary Stuart met haar zoontje aan de andere. Deze kamer is eigenlijk
Het enige wat nog over is van de vertrekken van Mary Stuart, ook in de periode dus dat haar man Willem II al was overleden. Het ligt erg voor de hand dat Willem hier als kind heeft gespeeld en rond heeft gekropen. Als je daar kijkt, zie je een kroon met daaronder appeltjes van oranje. Dus dat laat ook wel zien dat dit een ruimte was van de Oranjes. En zelfs van oranje met een koninklijke status. Dus Mary, de Engelse prinses, dochter van artists really van de Engelse koning. Put a lot of thought into what they're making art of. Aan de rand van het stadhouderlijk kwartier, wel met mooie uitzicht op het plein. Dit is natuurlijk niks vergeleken met de paleizen die Mary gewend was uit haar jeugd in Engeland. Dus dit was ook nog het laatste beetje paleis wat ze echt in het centrum van de macht had. Vernederend. Hè? Dit is heel vernederend. Ja. En zij maakte zich ook enorme zorgen over het verval van haar status. Want ze was echt een prinses, een koningsdochter. En dan komen de regenten ook nog eens een keertje een stuk van jouw eigen onderkomen in het binnenhof komen ze confisceren. Nou, dit zijn zware tijden voor prinses Mary. De symboliek van de verbouwing kan geen mens in Den Haag ontgaan. En dat is precies wat de regenten willen bereiken. Kijk, de Oranjes aan de kant gezet. Uit het oog, uit het hart. Zo hopen de regenten. So they hope. Maar bij een groot deel van de bevolking is het hart nog juist vol van oranje. En ook de geest wordt iedere zondag oranje gekleurd. Willem III wordt niet alleen heel erg gesteund door het volk zelf, maar ook heel erg door de predikanten in de kerk. Want die zijn vaak grote aanhangers van het Huis van Oranje. Zij zien hen als de beschermers van de ware religie, het protestantisme. Dus die zijn ook altijd op de kansel aan het prediken over herstel van de stadhouder. En dat we allemaal bidden voor het prinsje Willem III. Dat hij maar goed op mag groeien en dat hij een wijze leider wordt. Dat was door God gegeven. De prins van Oranje is de uitgekozene van God. En die moet dan opkomen voor religie en die moet opkomen voor de eenheid van de republiek. Het was traditie om de belangen van het Huis van Oranje aan te bevelen bij de Heer. Nou, dat moest afgelopen zijn. We zijn een republiek. Bovendien moet je eens kijken wat het Huis van Oranje de staat heeft aangedaan. Nee, dus korte metten daarmee. En dat zette natuurlijk ook weer kwaad bloed bij Oranje klanten. En het was extra heikel, dit onderwerp, omdat zoveel predikanten juist heel erg calvinistisch waren, heel hardcore orangistisch. Dus die waren hier tegen. Dus her en der zie je dat dat in stadjes, in de kerken, tot opstandig en dwars gedrag van de predikanten kwam. Predikanten die openlijk tegen het regime ingaan, die werden op matje geroepen. Vanwege het op de kansel brengen van politiek, van liefde voor het Oranjehuis. Er is zelfs een hele strijd geweest in die jaren over het publieke gebed. Oranjehuis, wordt dat wel benoemd, wordt dat niet benoemd, in welke volgorde? Volgens het regime van de ware vrijheid hoorden die wel überhaupt niet thuis. Die hadden geen functie, die hadden geen rol. Dus de gebedsvolgorde was eerst de Staten van Holland en dan de Staten-Generaal. Keihard worden de predikanten gecensureerd. Van sommigen wordt het salaris ingehouden, anderen worden geschorst. Maar het orangisme laat zich niet gemakkelijk temmen. Daarvoor is het te veel in de haarvaten van de samenleving gekropen. Het piept overal op in het straatbeeld. We kijken hier naar het portret van een vaandeldrager van de Haagse Schutterij. En die vaandeldragers waren natuurlijk het visitekaartje van hun compagnie. Hè. Zij liepen voorop met dat vaandel waar hun compagnie aan te herkennen was. En in dit geval is dat dus het oranje vaandel.
De Haagse schutterij had een speciale band met het huis van Oranje. En dat zie je ook in die vaandels terugkomen. Hier het wapen van Den Haag, de ooievaar natuurlijk. Hier zien we net een stukje nog van het wapen van Holland. En hieronder zien we het wapen van prins Maurits. De kleur oranje is natuurlijk een hele makkelijke manier om je sympathie en je steun te laten zien. En dat was dan ook een manier dat geprobeerd werd om te onderdrukken. Dus er mochten geen officiële steunbetuigingen meer komen van bijvoorbeeld de soldaten van de regimenten. Maar je kan het niet tegenhouden. Het Huis van Oranje bleef het grote onderwerp wat bezongen werd. Want ze waren gewoon populair bij het volk. We hebben hier ook nog een heel groot groepsportret waar het Haagse stadsbestuur is afgebeeld. En links en rechts van dat stadsbestuur zien we ook schutters. Die komen de ruimte binnen en die nemen allemaal hun hoed af voor de heren magistraten. Dat is zoals het stadsbestuur het liefste zag. Maar dat is niet hoe de praktijk altijd was. In 1652 is het namelijk zo dat de Staten van Holland besluiten dat het wapen van de prins uit de vaandels van de Haagse schutterij verwijderd moet worden. En dan ontstaan er grote problemen. Op de jaarlijkse meikermis bij het Binnenhof tonen de schutters hun nieuwe vaandels voor het eerst aan het publiek. Ze zijn er zelf al niet blij mee, maar het volk reageert woedend. Een aantal vaandels wordt aan flarden geschoten. Er breken rellen uit. Jonge mannen, getooid met oranjelinten, trekken door de straten, roepen Oranje Nassau, gaan ook langs de huizen van vermeende tegenstanders van de prins, proberen die huizen te plunderen, gooien ruiten in. En laten het nou net die schutters zijn die de openbare orde moeten handhaven. En wat interessant is dat de schutterij die daar eigenlijk tegen op zou treden, het totaal laat afweten. Zij willen daar niet tegen optreden. Waardoor het stadsbestuur eigenlijk met de handen in het haar zit van hoe moeten we nu de openbare orde garanderen. Nou, dan is altijd de oplossing laat het leger by putting it back. En dat gebeurt dus ook in Den Haag. Een aantal compagnieën ruiters worden naar de stad gehaald. En die moeten de straten schoonvegen. En zo gebeurt het ook. De ware vrijheid zal actief verdedigd moeten worden. En daar is kracht voor nodig. De regenten in Holland kiezen zo'n kracht in 1653. Dan wordt de piepjonge, maar razend slimme Johan de Witt de nieuwe raadspensionaris. Dit is dus de oude werkkamer van Johan de Witt. Mooie hoekkamer met uitzicht op de Hofvijver. En tragisch genoeg ook op de plek waar hij in 1672 de dood zal vinden samen met zijn broer. En not like just a normal death. Aangewezen als de belangrijkste politicus in het eerste stadhouderloze tijdperk, dan is dat Johan de Witt wel. Hij was het gezicht van de republiek. Dus je kan hem wel echt zien als de minister-president van de 17e eeuw. En hier moet hij dus ergens gewerkt hebben. Maar het blijft toch grappig dat hij eigenlijk hier zo dicht bij zijn politieke tegenstanders, dus bij de Oranjes, zat. Die zaten hier. Hier rechtboven eigenlijk maar één wandje wat Johan de Witt scheidde van Willem III en zijn familie. De wrevel van de regenten, de Hollandse regenten tegen Oranje, krijgt steeds meer invulling. En er worden allerlei regelingen opgeworpen om de Oranjes maar, zeg maar permanent buiten het regeringsgebouw te houden. Je ziet allerlei verschillende doorkijkjes die op het plafond zijn geschilderd. Met daarin eigenlijk alle volkeren van de wereld die vol nieuwsgierigheid kijken wat er in deze zaal besproken wordt. En misschien een van de interessantste is ook dit doorkijkje hier precies in het midden. Als je goed kijkt zie je dat het kinderen zijn. Het kunnen natuurlijk de toekomstige generaties zijn, over wiens toekomst hier wordt gesproken. Maar één theorie is ook dat degene die eigenlijk zijn been hier naar binnen hangt, die jongen met die rode kous, dat de jonge Willem III is, de toekomstige stadhouder die eigenlijk niet kan wachten om zich met de politiek hier te bemoeien.
de wrevel van de orangisten tegen de regenten, die ontwikkelt zich ook en wordt ook steeds sterker. En die twee versies worden werkelijk twee alternatieven voor de republiek. Het is of de een of de ander. En dat komt pas tot een clash tijdens het rampjaar. De verhoudingen komen al snel onder spanning te staan als de Rijke Republiek in oorlog raakt met Engeland. Meteen klinkt de roep om Oranje. Is het burgerbewind van de ware vrijheid daartegen bestand? Kijk verder hoe de jonge De Wit zich staande moet houden tegen buitenlandse en binnenlandse krachten. There you have it, ladies and gentlemen. Disaster Year 1672, Episode 1, Part 2. Seriously, we're getting into something else. It's going to be an epic, epic journey for sure. The rest of the episodes will be coming 100%. If you guys enjoyed it, make sure you get over and show Paul H. the love for doing up these subtitles for us. He's taking y'all history to another place, putting it out there so that we can all understand it. We can all see how things kind of evolved in that area of the world. If you guys enjoy it, smash the like button. If you dislike, hit the dislike button. Tell the next one of my little bus, but you guys be happy. Have the save. Love you to the moon and back. Peace.